Dank u wel, coördinatoren. Gefeliciteerd met dit moment. De campagne. Ja, goedemiddag. Allen aanwezig komt door straks aan het woord. Op dit moment wil ik als voorzitter van de TNP, de Verenigde Hervormingspartij, en tevens campagneleider van het landelijk campagneteam, het landelijk campagneteam wat aan jullie net gepresenteerd is, installeren. Eén deel is hier aanwezig. Op het podium en de rest is in de zaal aanwezig. En bij deze installeer ik het landelijk campagneteam van de VHP met duidelijke opdracht om zodanig campagne te voeren om de partij voldoende zetels te geven om effectief beleid te voeren in het land. En mensen! Ons landelijk eerder gehoord van de voorgaande inleiders.
zoveel zaken gerealiseerd, maar dan nog, elke dag woeju woeju en jugu jugu in alle appgroepen, social media, noem maar op. Mensen, ik wil vandaag de commitment hebben van jullie allemaal. En gaan jullie doen middels het opsteken van jullie hand. Laat vandaag een keerpunt zijn in datgene wat we gewend waren de afgelopen maanden te doen. Die negativiteit moet eruit. Zoveel zaken te melden, positieve zaken te melden. En dan nog, er is een grote kuil voor mijn huis. Andere detailzaken die dat heel ding eigenlijk, ja, al het mooie gaat eruit. Al het harde werk valt weg. Dat demotiveert. Laten wij vooral de eenheid binnen de partij zien te brengen. Terug te brengen. En vanaf nu, na vandaag, vanaf 20 oktober 2024, in eenheid op te treden. Mensen, ik wil alle vingers zien dat er ieder akkoord gaat met de commitment om vanaf vandaag die positiviteit uit te stralen. Mag ik het zien? Dank u wel. Nee, is geweldig. Wie gaat er niet mee akkoord? Ik zie geen enkel vinger. Mensen, vanaf nu draaien we die knop om. En we gaan verder. En u kunt heel wat zaken verwachten en de komende tijden. Veel is al gezegd geworden, maar we gaan onze campagne in fases indelen. Fase 1 was vandaag, installatie van het landencampagneteam. In de komende 3 maanden, oktober, november, december, gaan wij landelijk al die campagneteams, business campagneteams, resort campagneteams installeren. En hun ook, en met hun ook de strategieën delen. We gaan fase 3 houdt in november, december, januari. Waarbij we informatie en exercitiesessies zullen houden voor alle DCAM teams, de RCAM teams. En de Meet the People ook voortzetten. En vooral daarbij wederom de registratie van alle probleemgevallen. En noteren. En aandragen voor oplossingen. Datgene waarmee we reeds al begonnen zijn tijdens de onder onze meetings. Mensen, december, januari, februari, dan gaan wij alle stembureau campagne teams en S-scans nader instrueren. We gaan ze verder versterken. Dan is er fase 5, januari tot en met april, waarbij wij van plan zijn om minimaal 25 resort meetings te houden en minimaal een 7 massa meetings. Maar gaandeweg de route zullen we kijken van gaan we het aanpassen, gaan we het verder uitbreiden, gaan we het verminderen, maar dat zal de tijd uitwijzen. Verder inhoud geven aan alle campagnestructuren. We moeten al die structuren verkiezingsgericht maken. En dat ben ik alweer fase 8. Dat gaat in mei gebeuren en alle campagnestructuren tot in details informeren, trainen van hoe wij op 25 mei, onze D-Day, hoe wij op die dag onze activiteiten zullen uitvoeren. U heeft het target gezien, op die dag moeten we minimaal 12.000 mensen in beweging hebben. Dat gaan we ook doen, de motivatie is er. En de meneer van Warroom, de Patat Gordiaal. Maar we gaan door. Tot na de verkiezingen. We gaan moeten begeleiden de verkiezing van de vicepresident en de president. En we gaan door tot en met de dag van inauguratie van de vicepresident en de president. Mensen, het traject stopt niet op 25 mei. We gaan door. We komen in de regering. De volgende generatie wacht op ons en wij gaan daar prestatie moeten leveren. Ik dank u voor uw aandacht. Bondre Kwalawang, Giwa Moro Betre Sranang. Dank u wel. Dank u wel, landelijk
menselijke campagne team manager, de heer Permanent Siudin. Beste mensen, mag ik nu vragen om te verwelkomen op het podium de voorzitter van de vooruitstrevend hervormingspartij, tevens de campagneleider met een warm en positieve energie en applaus. Ja, jullie mogen ook zwengen een beetje, ja, jullie moeten ook een beetje zwengen. Je mag ook zwengen, ja. Met die energie kom, met die energie kom, met die energie kom. Ja, ja, tjago, 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 tjago. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. U ziet, we krijgen op tijd zegen van boven. Ja, precies zo waren we een keertje ook hier aan het vergaderen. En toen we starten met het gebed, wat kwam van boven? Hagel. Ja, dat is de kracht. Hier in het partijcentrum, de olifant. Mag u allemaal groeten voor deze middag. Namaskar, Ram Ram Adabers, wow. Sweet Odi, na afkomakan tradisi, blij dat jullie allemaal op zondagmorgen allen hier aanwezig zijn om deelgenoot te zijn van ons landelijk campagneteam en ook de verschillende organen van onze campagneorganisatie en structuren. Kijk ook welkom. Hallo bestuursleden, DNA-leden, ministers, ereleden, leden van de verschillende organen, partijstructuren van alle districten, maar ook partijleden, vrienden, welkom. En u heeft net gezien wat we gedaan hebben, alleen heb je misschien geen uitleg gehad waarom we het zo gedaan hebben. Wat we gedaan hebben vandaag voorafgaand aan die installatie van ons landelijk campagneteam is aan te geven wat hebben wij als partij met onze regeerverantwoordelijkheid gedaan. Waarvoor we een mandaat gekregen hadden van onze kiezers, van onze achterban, van grote delen van de samenleving en waar we campagne gevoerd hebben met als motto Red Suriname en we zitten. En daarom zijn we hiermee gestart. Om te laten zien dat vanaf ons aantreden in een coalitie die op zich een heel uitdagende coalitie is, om te gaan voor het realiseren van de beloftes, maar ook zorg dragen dat je het land redt zoals je beloofd had en je ordening brengt voor Setatori. Want dit is juist belangrijk om campagne te voeren. Want als je niks gepresteerd zou hebben, zoals sommige oppositionele partijen krachten dat vaker beweren, dan zou je geen sterke basis hebben om een goede campagne te voeren. En dat is wat we hebben laten zien, dat we vanaf ons aantreden verschillende ontwikkelingswindows hebben vastgesteld waarbinnen dat beleid goed ontwikkeld moet worden voor die verschillende sectoren.
En soms komt te veel en te sterk naar voren. Alleen het herstelprogramma met betrokkenheid van internationale financiële instituten, zeker de rol van IMF, waarover u net zoveel informatie heeft gehad, maar daarnaast hebben we zoveel andere windows voor ons gecreëerd. Die onvoldoende belicht worden. Want naast die window van herstel van economie met ons herstelplan hebben we ook die window gehad van versterking van de rechterlijke macht. Hebben we ook gehad versterking van het bestuur en de bestuurlijke organen. Hebben ook de window gehad van de bescherming van de samenleving met sociaal programma's. Hebben ook de window gehad voor die productiesector die op gang moet komen. Hebben ook die window gehad om te zorgen dat ons land niet geblacklist zou worden of gegraylist zou worden of zelfs op een risicoplaats zou komen, wat bijna het geval was toen we aantraden, om ons land veilig te loodsen naar een veilige zone. Maar tegelijkertijd die samenleving die er is, die je moet leiden, dat je daarop investeert. In onderwijs, in gezondheid, in veiligheid, in ontwikkeling van het binnenland. Maar ook dat je die omgeving van die samenleving, want ik hoor, ja maar er is een gat hier voor mijn huis. Maar dat is politiek, dat is local politics. All politics are local politics. Mensen willen ook verbetering zien in hun eigen leefomstandigheid. Welke wij geprioriteerd hebben en die we aanpakken. En nog sterker aangepakt zal worden de komende weken en maanden. En natuurlijk moet je ook zorg dragen dat die rust er is. Waarvoor we verschillende mechanismen hebben ingezet. Zoals eerder aangegeven, dialoog met verschillende partners en organisaties. Want anders ben je als regering niet in staat zo'n zwaarwichtig programma uit te voeren als je niet de andere windows ook goed ontwikkelt. En het moet gebalanceerd plaatsvinden. Het moet met goede planning plaatsvinden. Het moet met goede betrokkenheid van die coalitie plaatsvinden, waar er issues zullen zijn, uitdagingen zullen zijn, dat je dat ook goed controlt en leidt. En daarmee tegelijkertijd je plaats verwerft in de internationale gemeenschap, waar er weer met respect en gezag gekeken wordt naar het land Suriname. Dat zijn die uitdagingen geweest. En voor wat betreft herstel, daar heeft u al gehoord, we hebben alle doelen van ons herstelplan gerealiseerd. We hebben alle targets van IMF gehaald. En we hebben alle criteria goed geïmplementeerd om te zorgen dat we vandaag een stabiele economie hebben, die nog verder versterkt zal moeten worden, verduurzaamd zal moeten worden. Die borging moet nog plaatsvinden in institutioneel kader. Maar ook die andere sectoren, de rechterlijke macht die belangrijk is, een belangrijke pijler van de rechtsstaat, hebben we versterkt.
met personeelsuitbreiding, met verzelfstandiging, de financiële verzelfstandiging. En thans ook de financiële rechtspositie die nu in behandeling is in het parlement. En binnenkort de herziening van de wet RIS, waar de totale reorganisatie van de rechterlijke macht bij wet geregeld zal zijn. En hun die onafhankelijkheid geven om die rechtshandhaving en die rechtsstaat verder te versterken. Met de zittende en de staande magistratuur. Maar tegelijkertijd ons bestuur versterken. Denk u aan de vervanging van korpsleidingen bij de Veiligheidsdienst, bij Nationaal Leger, bij Korps Politie-Suriname, bij Korps Douane, bij de Belastingdienst. Het zijn geen pionnen die je weghaalt en plaatst. Het is een proces van duurzame versterking van instituten en het herwinnen van vertrouwen in die instituten en alle instituten die allemaal afgezwakt waren. Die moet je ook versterken. En ook zorg dragen dat die samenleving beschermd wordt als gevolg van de gevolgen en de effecten van ons herstelprogramma met goed sociaal programma. Met goed subjectsubsidie, met verhoging van de koopkrachtversterking, dat men kan leven op een goede wijze. En natuurlijk hebben we zo stuk voor stuk al die windows ontwikkeld. En dat is dan die kracht die wij dan vandaag kunnen zeggen. Van die VHP, waar wij zeggen dat enerzijds de VHP op basis van die regeerverantwoordelijkheid heeft laten zien dat ze inderdaad een partij zijn met 75 jaar ervaring, kennis, met name bestuurservaring, bestuursinzicht en wijsheid bezitten om het die partij te leiden, maar ook die samenleving te leiden en die coalitie te leiden. Maar dat ook laten zien dat naast die zoveel windows van ontwikkeling er ook een andere window was. En dat is de VHP zelf als partij, dat je ook die moest ontwikkelen in deze fase van ons regering en ons bestuur, want dat die partij geen rigide partij is, een partij die meegaat met die verandering, meegaat met die uitdagingen, maar ook ondersteunend is naar het regeerbeleid. En misschien is dat afgelopen jaren onvoldoende naar buiten gekomen en jullie weten het. Die VHP werkt dag en nacht. Of het geen onder een OSSO-meeting is. Is het geen training. Is het geen jongerenactiviteit. Maar we hoeven niet altijd de media op te zoeken. En dat is wat we afgesproken hadden met de VHP. Met de uitvoering van een zwaar programma. Dat er ja ontevredenheid hier en daar is ontstaan. Onzekerheid is ontstaan. En ik heb al eerder gezegd, ja, die moesten we goed hebben opgevangen met betere communicatie, betere voorlichten, betere interactie. Kon leg me uit, Sanne IMF. Kon leg me uit, Sanne herstelprogramma. Kon leg me uit, Sanne als centrale bank nog mag grijpen in een koers. Kon leg me uit, Sanne op een zwevende koers. Dat moesten we ja inderdaad beter hebben uitgelegd. En waarom we die subsidie moesten afbouwen? Niet om het volk te straffen. Niet om onaangenaam te zijn naar het volk. Maar om te investeren in een stabiele situatie in het land. Om te investeren in een toekomst die je bouwt op een stabiele situatie.
En ik heb al eerder gezegd, en de deskundige van Staatshoofd heeft het net ook gezegd, dat die datum van 25 mei bijzonder belangrijk is voor wat betreft die oil and gas beleid dat duurzaam ontwikkeld moet worden. Maar we hebben al lang gezegd, wij zijn geen partij voor die volgende verkiezing. Wij zijn een partij voor die volgende generatie. Wij ontwikkelen beleid voor die toekomst. En wij wachten niet op die 25 mei. Als je ziet wat nu op het kabinet voorbereid wordt met betrekking tot die FID en die oil en gas. En hopelijk kan ik zo snel mogelijk dat platform installeren. Is een platform met alle deskundigen van het land wat we kunnen vinden. Dwars door alle politieke partijen. Dwars door die samenleving. Maar we zetten hun een platform om duurzaam beleid te gaan ontwikkelen na die FID. Wat zullen we doen met die inkomsten? Welke wetten moeten we ontwikkelen om onze inkomsten goed te beschermen? Wat zullen we doen met onze overige productiesectoren die met de inkomsten ontwikkeld moeten worden? Wat doen we met ons local content? Maar wat doen we met ons onderwijssysteem? Wat doen we met ons onderwijssysteem die aangepast zal moeten worden om die oil en gas en die overige productiesector goed aan te sturen? Dat wij als land verantwoordelijk zijn en dat wij Surinamers klaarstomen om die ontwikkeling ter hand te nemen. En dat is bewezen met Staatsolie, met ons eigen kader. En dat moet ook bewezen worden met die oil en gas daar zo. En dat moet ook bewezen worden met de overige productiesectoren die we gaan ontwikkelen met die inkomsten. En uiteraard moeten we ook kijken naar die gas en hoe we die gas gaan positioneren in het land. En hoe we die gas moeten aanwenden voor die bauxietsectorontwikkeling, waarmee we volgend jaar starten, omdat voor eind van dit jaar de studie afgerond moet zijn. Maar tegelijkertijd werken ook aan wetten die de duurzaamheid van de samenleving moeten waarborgen. En dat is onderdeel zeker ja landelijke evenredigheid, welke ook de democratie verder bevordert, maar ook het stemrecht van de individuele burger. Hetzelfde recht, zelfde waarde toekent ongeacht waar je woonachtig bent. Maar ook zaken die te maken hebben met ons ordening van de maatschappij, ons burgerlijk wetboek. Dat na 164 jaar eindelijk een burgerlijk wetboek veranderd wordt door deze regering. Ja. Dat zijn allemaal verworvenheden. Mijn mensen. We hebben als partij gezegd, we gaan naar het veld en we zijn gegaan, we zijn nog op het veld met vele onder onze meetings. En opdracht is, alle problemen die nog niet opgelost zijn van het volk, registreer en breng ze voor mij en binnen de regering samen met de minister pakken we die problemen aan. En de prioriteiten zijn al bekend van wat er nog leeft in de samenleving. En dat is het grondprobleem die nu eindelijk structureel wordt aangepakt. Goedkope voedsel, waar er nu structuren zijn van foodbasket, wordt verder uitgebreid. Onze landelijke woningbouw, die nu al begint met het zichtbaar maken van woonoplossingen, komt nu goed op gang. Het sociaal programma, wat beter uitgevoerd moet worden. En die onzuiverheden en die onjuistheden, die moeten eruit, die moeten uit het systeem. En daar hebben we een nieuw team in plaats gezet om met een nieuwe sociaal beleid te komen wat rechtvaardiger zal zijn en waarbij inderdaad die personen die aanspraak maken op die steun, op die koopkrachtversterking, dat die ook gaan krijgen. En alle anderen uit het systeem gehaald gaan worden. Maar tegelijkertijd zijn die algemene issues, die spelende samenleving, die infrastructuur, waar minister OW al ready is en al uitvoering geeft voor aanpak van infrastructuur,
Dat veiligheidsvraagstuk is nog een issue. Daar gaan we zwaar investeren. Onderwijs, die facelift naar alle scholen. De minister onderwijs al mee bezig. Die prijscontrole die effectiever moet plaatsvinden. De minister heeft daar opdracht gehad. Elke dag met haar team die prijzen te controleren. En aan te pakken. Die prijsopdrijvingen moeten aangepakt worden. Binnenland, elektravoorziening, watervoorziening, u merkt ook al, wordt intensief nu aangepakt. Mijn mensen. En die partij moet ondersteunend zijn en facilitair zijn in de samenleving om die problemen aan te horen, te registreren en terug te gaan naar de samenleving en uit te leggen. Een probleem die is los op. Je hebt 2 problemen, maar je los op. Je hebt 3 problemen, je los 2 op. Je hebt 5 problemen, maar je los 2 op. De trauma we los op eten. We gaan geen campagne voeren zoals andere partijen. Als wij na 25 mei verkiezingen winnen, gaan we dit en dit en dit doen. Nee, je moet nu problemen oplossen van de mensen. Nu moet je oplossen. Niet wachten op 25 mei daartoe. En gelukkig zie ik dat die onder onze meetings werken aan Wokko. En laat mij die informatie krijgen en we gaan het aanpakken. Mijn mensen, we hebben ook laten zien dat die partij nog sterk is, krachtig is en die veerkracht heeft met onze massameeting hier. Met ruim 20.000 mensen en ik zie nu de ambitie om te gaan naar 25.000 per dag. Go! Go! En als het meer dan 25.000 dan gaan we dat doen. Ja? Maar daar was het bewijs, ondanks een zwaar programma, ondanks die ontevredenheid die er was, dat we laten zien hoe dit is. Hoe dit is, ja, we hebben problemen, ja, al hadden problemen los op het, maar we ook een probleem los op het. Maar ik ben hier om te ondersteunen. Ik ben hier om te laten zien dat we vertrouwen hebben in die partij, dat we vertrouwen hebben in die leiding. Maar los mijn probleem wel op. Los mijn probleem wel op. En dat is wat we nu doen met die onder ossos. Voor 31 december gaan we afronden. Alle onder ossos. En dan gaan we naar die grote vergaderingen per district. Gecoördineerd door campagneteam. En dan gaan we weer naar die massameetings. En die zullen niet veel zijn. Maar het doel is van ons de problemen van de samenleving op te lossen in de finale fase wat nog niet is opgelost. En tegelijkertijd je als partij positioneren naar de toekomst waarbij wij zeggen ja, we hebben delivered. Dat is onze legacy. Dat is wat we gerealiseerd hebben in 4 jaren tijd. Straks 5 jaar naar 25 mei. Dit zijn onze verworvenheden die we elke keer in een boek presenteren. In januari komt het laatste boek uit. Een pocket waar alle verworvenheden vastgelegd zullen worden. Dit is wat wij gedaan hebben. En dit beleid moet gecontinueerd worden. Dit bestuur moet gecontinueerd worden. Deze stabiliteit moet gecontinueerd worden. Dat herwonnen vertrouwen van de internationale gemeenschap moet gecontinueerd worden. Maar tegelijkertijd dat we een bestuur en beleid ontwikkelen om oil en gas veilig te stellen. En daarvoor is het platform om alle maatregelen te treffen. Duurzame maatregelen. En als we wetten moeten maken om onze inkomsten te beschermen, nog meer wetten, dan gaan we die wetten maken en sturen naar de Nationale Assemblée. Want die inkomsten zijn van het volk, deze generatie en de volgende generatie die gaan komen. Wij zijn een regering met een visie. Wij zijn een regering die inderdaad die toekomst van de samenleving moet veiligstellen. Wij zijn geen regering van hapsnapbeleid. Wij zijn geen regering van populistisch beleid. Wij zijn geen regering of partij om geld te strooien. Wij zijn geen partij om allerlei modeshows te geven. Nee, we discussiëren belangrijke issues met de samenleving. En die worden allemaal opgenomen in ons partijprogramma, waar het team is aangewezen om die te finaliseren, hoe ons beleid eruit gaat zien na 25 mei.
En dat doen we omdat we die verantwoordelijkheid hebben om tijdig aan die samenleving te laten zien. Dit is waar we naartoe gaan. Naar al de sectoren. En je ziet als eenmaal als bestuur jij die maatregelen treft, dan gaat de private sector inspelen hierop. Dan gaat de private sector inderdaad een international mall bouwen hier. Dan gaat de private sector inderdaad voorbereidingen treffen voor een tweede airport. Dan gaat de private sector inderdaad nu een tweede en een derde Marriott openen in Suriname. Dan gaat de private sector inderdaad een Radisson openen in de binnenstad. Dan gaat de private sector inderdaad een Jokhotel openen en parking bouwen. Dan gaat de private sector inderdaad 3, 4, 5 offshore stijgers die nu gebouwd worden bouwen. Dan gaat de private sector inderdaad een modern waterpark bouwen aan de Charlesburgweg. Dan gaat de private sector, met name de banking sector, hypotheek verlagen van 30% naar 12% voor de bevolking. Dan gaat de banking sector inderdaad zeggen, ja volk van Suriname, al die tijd misstraf je, maar nooit kan konen een ID-kaart en je kiest een bankrekening. No, onder leiding van regering die zie. Dat is hoe die banking sector reageert op goed beleid, goed bestuur van ons. En zo moet het doorgaan, mijn mensen. Dit is wat we moeten vasthouden. En het zal een zware campagne worden. Maar we gaan ervoor. Nothing is for granted. En we gaan de mensen uitleggen. Elke persoon moet naar de stembus. Elke persoon moet je motiveren om naar de stembus te gaan. Elke stem zal tellen. En we zullen alles doen om te zorgen dat iedereen die ruimte krijgt om te kunnen stemmen. Dat we een goed ministerie van Binnenlandse Zaken hebben. Een stabiel ministerie hebben. Een ministerie dat voldoende vertrouwen uitstraalt om die verkiezingen te begeleiden. Helaas moest de minister van Binnenlandse Zaken opstappen. Maar we gaan het traject inzetten om te zorgen dat er voldoende vertrouwen is in het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het houden van goede verkiezingen voor de samenleving, zowel nationaal als internationaal. Mijn mensen, ik ga afsluiten door jullie allemaal te bedanken voor jullie ondersteuning afgelopen periode. Ik ga jullie bedanken voor ook jullie medewerking, ook voor jullie geduld, voor jullie offervaardigheid. Ik ga ook bedanken voor die kritische opmerkingen. Jullie hebben ons kritisch begeleid. Ik ga jullie ook bedanken dat jullie af en toe boos zijn geworden. Want die boosheid heeft ook ervoor gezorgd dat je ons wakker hield. En ook duidelijk aangaf waar die knelpunten liggen in het beleid. Maar laat het niet zo zijn dat die boosheid jou een zodanig gevoel geeft waaruit je misschien verkeerde keuzes en verkeerde beslissingen zou kunnen nemen alleen vanwege die boosheid. Laat die boosheid opgelost worden de komende weken en maanden. Laat die teleurstelling goed aangepakt worden met de problemen die nog resten bij u en uw omgeving om het aan te pakken. De partij is er om u te begeleiden. De regering is er om u te ondersteunen. En we gaan u nooit in de steek laten. We gaan het Surinaams volk nooit in de steek laten. Eén ding is duidelijk. Step by step komen we vooruit. Op alle gebieden, binnen alle sectoren, in alle windows. Step by step gaan we naar een betere toekomst. Maar één ding moet duidelijk zijn. 25 mei 2025 mag dit land niet teruggebracht worden naar die ellende. Mag dit land niet teruggebracht worden naar die armoede. Mag dit land niet teruggebracht worden naar onbehoorlijk bestuur. Mag dit land niet teruggebracht worden naar mismanagement. Mag dit land niet teruggebracht worden naar het verkwanselen van staatsmiddelen. En mag dit land niet teruggebracht worden naar machtsmisbruik met ondermijnen van rechterlijke macht. Met ondermijnen van de rechtsstaat. Dat is die uitdaging die we hebben gezamenlijk. En ik heb de overtuiging met die positieve energie. Wat ik vandaag hier zie. Dat we gaan door.
Maar één ding moet duidelijk zijn. We gaan door, maar nu met goede ontwikkelingen die voor ons liggen. Herstel is al voorbij. Stabiliteit is bereikt. Groei komt er nu aan. En nu gaan we door met het produceren. Nu gaan we door met het genereren van werkgelegenheid voor onze jongeren. We gaan nu door om te zorgen dat we meer exporteren. We gaan door om meer investeerders aan binnen te brengen. En we gaan door om die partij groter en groter te maken, die Brom Tjadjari. Bedankt voor je komst. Bedankt voor de ondersteuning. And God bless you all. Thank you.